Er is één ding, één risicootje wat je moet weten voordat, voordat je de keuze definitief maakt voor het gebruik van pigmentolie en pigmentlak. En dat is dat als er af en toe een pitje in zit, of een kras of een haal, en je schuurt dat eruit, dan kan het goed zijn dat die onzichtbaar is na het schuren. En dan bedoel ik met pigmentlak echt donkere lak of donkere olie. En dan is hij er dus uit. En vervolgens ga je er weer overheen met je olie en dan zit die kras er weer. Dat is een risico wat je neemt. En dan moet je even weten dat, zeg maar, voordat deze plaat bij mij is, gaat hij al door heel veel handen heen. Ik moet zeggen, nou, voor mij 98 of 95% van de tijd komen ze perfect bij mij aan. Dat is eigenlijk een wonder. Dan vervolgens ga ik ze hier ook zagen. Wij doen het met alle liefde en alle zorg, maar dan kan het nog wel eens zijn dat er absoluut wel eens een keer een pitje in zit. Mensen die verhuisd hebben, die zullen het ongetwijfeld weten. Dat het heel moeilijk is om dingen schadevrij over te brengen. En mensen die in de luxe zijn geweest, die nooit hebben verhuisd, ja, die mogen daar eigenlijk geen oordeel over hebben. Maar het is echt heel moeilijk om dingen schadevrij op locatie te hebben. Het lukt ons bijna altijd, maar als het gebeurt, wees er dan bewust van dat met pigmentolie het echt heel moeilijk is om het weg te halen. En dat het, ja, laat ik zeggen, voor 98% perfect zou zijn. En als je voor 100% perfect wil, dan kan dat. Moeten we misschien een keer een nieuwe plaat gaan leveren en gaan bewerken en dat soort dingen. Dus dat wilde ik even meegeven.